Pootjes bijten. Nee, dat is handig. Fijn, hè? Doe het lekker op de grond. Nou, we staan dus nu bij 95. Dit is een mooie kledingwinkel. Zo, in de nieuwe Lidl winkel aangekomen in Nieuw Den Helder. Ja. Hele goede middag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick, Roderick en Carin, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 9 maart 2023 en het is nu bijna 12:30 vanaf de dijk. Ja, Den Helder, ja kijk, want daar ligt ergens Texel, ja Texel ligt daar. En ik ga lekker de auto in en ik ga wat eten, want ik heb nog niks gegeten, nee. Het is lekker warm in de auto, dat kan ik je wel vertellen. Ja, en ik doe even... dat even wat zachter, want anders krijg ik weer claimpjes aan mijn broek. Heb ik geen zin in. Ik ga even wat eten. Heb ik zin in. En het is, ja dat zeg ik, het is bijna 12:30. Ik heb het koud. Dus ik ga even ook sowieso even de auto een beetje warm maken. Ik ga zo meteen met mama nog even weg. En ik ga nog wat even met mama opnemen. Dus daar neem ik jullie ook wel een beetje mee van hoe we dat doen. Oh, ik zie wat zwemmen. Oh wat leuk. Even kijken of ik dat op mijn camerabeeld kan krijgen zometeen. Oh, ik zag wat zwemmen, jongens. Oh, wauw. Even kijken of ik dat zometeen weer... Ik ga gewoon even filmen, ook met mijn telefoon. Om te kijken of ik het ook weer terug kan krijgen. Ik zag wat zwemmen. Dat zien we niet heel gauw hier in Den Helder. Kleine zeehondje, zeg maar. Ik zag het koppie. Maar ja, het kan weer ergens overal weer naartoe gaan. Ze kunnen aardig snel zwemmen, zeg maar. Ja. Ik ben sowieso even aan het filmen. Even kijken of ik het nog op beeld kan krijgen. Vanzelf. Dus, en als ik het op beeld krijg, krijgen we het zo meteen te zien. Hoi! Had ik gezegd dat je mocht gaan zitten? Je lacht zo lekker. Weg mij vertel. Nou, dan moet ik het even zo doen. IJskat, kom dan. Kom dan. Kom. Hé, IJskatje. Ja, zometeen. Hé, Trinola. IJskatje. Dankjewel. Ga je zo eens. Ik wil je ook nou. Dat moet ik even halen. Ah. Hé, kom hier. Nou, ik wil je op de vloer. Ken jij dat doen? Nee, kom dan. Zo, tjing. IJsgatje, IJsgatje, patatje, IJkind. Ja, oh, je bent zo gek op mij, hè? Oh ja, je bent zo lief. Oh, joh. Gaat het zakje weg? Kijk hier. Ja hoor, het zakje weg. IJsgatje. Ja, daar ben jij. Ja, daar ben jij. Ja, ik mag... Wat gaan we doen dan? Gekkie, wat gaan we doen? Oh, wauw, kind. Kom, 1, 2. Zo, hè. Ik zit dus nu even lekker bij mama. Even een bakje thee. En dan gaan we straks de hort op. Ik heb al met mama even dingen niet afgesproken, maar besproken. Ja. Wat leuk. Nou ja. Dan zie je lopen stoeien. Wat is het idee. Pootjes bijten. Nee, dat is handig. Fijn, hè? Doe het lekker op de grond. Ja hoor, ik ben zo vals. Hè? Jij bent ook zo vals. Ja. Dat je een oog eruit bijt of zo. Ja, joh, hè? Ik weet niet hoor, maar... Ja, even gewoon even lekker in die oor bijten. Ja, even lekker in die nekvel bijten, helemaal goed. Pootjes bijten, ja, even lekker in die kippenpootjes, ja. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, en dan? En toen? Oh ja, pootje bijten, kippenpootje. Ja. Ja, en daar heb je ook een oog eruit gehaald. Ja, ja, tuurlijk. Elwin? Ja, niet hè? Nee. Ik geloof er geen ene pas van. Jij Elwin? Ik niet hoor. Nee. Ik geloof het niet. En dat jij een oog eruit hebt gehaald? Nee. Moet eens kijken hoe lief je nou bent, hè? Ja. Maar oké, even naar de orde van de dag. Mama die liet mij wat zien. Ja, die is heel mooi. Die heb ik nog van Margariet. Dat is toch leuk? Mooi hè? Ja hoor. Als je de heer, die zijn altijd mooi. Ja, dit is de enige die al bloeit. De andere nog niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. Hij is heel mooi. Ja. Nou, we staan dus nu bij 95. Dit is een mooie kledingwinkel. En de damesmaten beginnen van 34 tot en met 50, zoals je dus boven kan zien. Ze hebben allemaal leuke kledingmaten. En ik heb ook wat leuks aan. En ja, dat laat ik even aan jullie zien. Ik heb dus deze mooie tuniekje aan. Lekker mooi groen, lekker grijs, lekker wit. Lekker vrolijk, achter ook. Alleen even niet opletten op de telefoon. Helemaal, maakt helemaal niet uit. Maar dit is dus, ja, dus een heel leuke tuniekje. En ze hebben binnen ook nog genoeg. En dat ga ik ook weer aan jullie laten zien, wat ze allemaal binnen hebben. Dus ik loop weer even naar binnen en dan ga ik het aan jullie laten zien. Nou, dan komen we dus gezellig hier binnen bij de winkel 95. Yep. En heb je hier allemaal mooie kleding. Ook niet heel duur. Dit zijn allemaal grote maten, want dat heeft ze nieuw binnen. En heb je hier ook allemaal leuke kleding. En wat ik dus nu aan heb, dat is dan ook ongeveer dit. Maar dan dus een hele andere kleur. Dit is dus weer met een beetje blauwachtig. Je hebt hier weer met bruin. Dus je hebt ook weer van alles. En ja, het zijn niet hele dure prijzen, zeg maar. Het is makkelijk te doen. Dus dit is dan weer een tientje. En ja, je kan hier leuk shoppen, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen, ben je benieuwd? Ga dan even naar Spoorstraat 25A. En dan kan je gezellig winkelen bij 95. Dus zien we je daar? Ik hoop het wel. Nou. Zo, nou. Zoals jullie zien heb ik mama lekker bij me. We hebben shorts opgenomen hier op deze parkeerplaats. En die komt dus de 20e en de 21e online. Ja. Ik ben mama eeuwig dankbaar dat ze mij heeft geholpen. Yes, daar ben ik heel blij mee. En dan ga ik even alles even sluiten. Want ik heb nog maar 66%. Wou je ook even kijken bij de Lidl? Ja. We zijn toch in de buurt. We zijn toch in de buurt, dus ja, dan kunnen we gelijk kijken. Ja, toch? Huh? Ik zit daarom. En ja, we zijn gewoon weer bij mijn oude buurt waar ik vroeger heb gewoond. Wat ik al wel aan vaker aan jullie heb laten zien. De Brrstraat. Brrstraat. Ja, Brrstraat. Ja. Is handig. Een fietswiel op het dak. Is het handig? Blijkbaar. Wat is het deze straat achteruit gegaan, zeg. God, zie mijne. Oh, wat is deze straat achteruit gegaan. Echt. Dat hobbeltje, je hobbeltje. Nog een hobbeltje. Ja, en hier heb ik gewoond. Nou, voor geen goud meer. Bleh. Nee hoor, ik vind het prima dat ik lekker in Den Haag woon. Ik vind het goed. Dus, nee, maar de shorts die zijn goed gegaan. Mama die moest eventjes wennen van oké, hoe moet dat precies? Met pauze en niet pauze of wel pauze. En ja, dat is goed gegaan. Dus ja. Hé mam, ja, hoe vond u het? Vertel het eens. Nou, dat was gewoon hartstikke leuk. Ik maak zelf al wel shorts, zoals mijn volgers dat weten. En misschien ook jullie wel, dat weet ik niet. Ja, kinderen in de buurt. Dan moet je uitkijken, hè? Ja. Ja, en voor kinderen altijd remmen, dat is mij geleerd, dus en stoppen. Dus ja, dat ken ik allemaal wel, maar ik wist nog niet hoe je dan die pauze moest doen. Ja, waar zit die knop? Nou ja, dezelfde knop. Dus ja, als je alles van tevoren weet... Is rijkwoorden geen kunst? Nee. Dus, maar het ging allemaal perfect verder. Je moet het even doorhebben en ja, dat moet ook precies. Carin die werkte ook te langzaam, die moest even wat sneller. Ja, dus ja, waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Nou ja, het is nou ja, fouten, maar het is gewoon, wat denkt u als Enzo en alles ook een shorts opnemen? Dat wordt continu opnieuw gedaan, en zodat je eindelijk de goede hebt, zeg maar. Ja. Gewoon de juiste goede shorts. Daarom. Dus ja, en omdat de eerste short, nou ja, maar gewoon de shorts over de verkeersveiligheid, over die kruis, gewoon zo goed is ontvangen. 1,2 keer bekeken, jongens, dankzij jullie. Ja. 1,2 keer bekeken, dat is mijn hoogste ooit. Dus ja, dus daar ga ik wat meer mee doen met boetebedragen, met het verkeer. Dus wil je wat meer weten, ik zou zeggen abonneer en reageer. Doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een nieuwe vlog online en elke dag om 6 uur een nieuwe short. Wil je dat allemaal niet missen? Ik zou zeggen abonneer even, dankjewel. En dan gaan we even naar de Lidl. Ja. Zo, in de nieuwe Lidl winkel aangekomen in Nieuw Den Helder. Ja. Maar wat is het groot geworden, zeg? Oh, mij. Mega groot. Oh. Maar wel leuk om even te kijken hoe ze het hier weer hebben gedaan. Dat is gewoon grappig. Ja, dat is leuk. Eventjes de Lidl even onveilig maken. Samen met mama. Wie anders? Ja, even gezellig met mama even op pad. En ja. Nee, moet je daarin? Geen idee. We moeten kijken, echt alles netjes en georganiseerd. Keurig gedaan. Dus ja, want kassa 2 gaat voor u. Oh, kassa 2 gaat sluiten. Kassa gebruik te maken. Nou, dat is fijn. Dus ja, dus, we gaan eens even kijken wat ze allemaal nog meer hebben hier. Is leuk. Even kijken. Ja, dat was het hem alweer voor vandaag. Het is een korte vlog, maar oké, maakt niet uit. Het is wel weer bagger weer. Ja, het is echt bagger weer. Kijk, allemaal regendruppels, allemaal regendruppels. Allemaal regendruppeltjes. Dat zeg ik, het is gewoon bagger weer, dus ik ga zo lekker naar binnen. Eventjes een call meeting met Carin, mijn begeleidster. Ook even handig. Dus ik ga deze vlog gewoon weer gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Dat ik ook het zeehondje in beeld heb kunnen brengen. Ik zou zeggen, doe dan een duimpje omhoog. En dat ik weer een nieuwe samenwerking heb, doe dan ook weer een duimpje omhoog. Helemaal goed. En doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. En zeker even abonneren, jongens. Ja, abonneren. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.